Hoi en welkom terug bij weer een aflevering van Een Rijker Leven. Mijn naam is Rogier en op deze plek leer jij hoe geld werkt voor jou in plaats van andersom. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, vergeet je zeker niet om te abonneren. En vind je dit een interessante video, laat even een duimpje achter. Afgelopen woensdag en donderdag was er een groot Polkadot event... waar de community meegenomen is in de laatste ontwikkelingen binnen Polkadot. En Polkadot is net als Cardano een volgende generatie blockchain... Een derde generatie blockchain. En daar heb ik ook een aparte video over gemaakt over wat Polkadot allemaal precies inhoudt. Die link ik ook even hierboven. De bedenker van Polkadot is Gavin Wood. En Gavin Wood is ook een van de founders en mede-oprichters van Ethereum geweest. Dus het is natuurlijk een hartstikke interessant uh, platform, Polkadot, waar natuurlijk alle nou ja, de plussen van Ethereum meegenomen zijn en de verbeterpunten die in Ethereum zitten, zijn ook meegenomen... om in het Polkadot potentieel tot een groot succes te maken. Dat is ook de reden waarom ik dit event heb bijgewoond. Ik heb in ieder geval 19 mei de hele avond gekeken... en een aantal onderwerpen voor jullie geselecteerd... die graag even zou willen toelichten... wat er op dit moment aan het gebeuren is binnen de wereld van Polkadot. Allereerst, een product heeft pas waarde als het een behoefte vervult. En dat is natuurlijk in de wereld van crypto... waar er ongelooflijk veel coins zijn... Ook een heleboel coins die absoluut geen fundamentele waarde hebben. Helemaal niks. Net als de meme coins. En daarom wil ik jullie dit ook meegeven. Hè? Een product heeft pas waarde als het een behoefte vervult. Doe vooral ook je research op het moment dat je gaat investeren in bepaalde crypto. Dus zorg ook dat je weet van maar waar gaat het eigenlijk over? En wat voor diensten levert het? Wat wordt erop gebouwd? En wie zijn afnemers? Dan over Bolkadot. Een van de, dus Polkadot is een platform. Net als dat Cardano ook een platform is en Ethereum ook een platform is. En op Polkadot kun je dus ook andere blockchains gaan bouwen. En dus zo'n blockchain, wat gebouwd kan worden, daar kunnen dus ook weer allerlei toepassingen op gemaakt worden. En dat zie je hier in ieder geval weergegeven op deze dia. Aan de buitenste rand zie je dus de parachains. En parachains zijn wel gelimiteerd uh, binnen Polkadot op dit moment nog. Waardoor dat is een probleem die ze op de korte termijn in ieder geval tackelen door auctions te gaan houden, veilingen, zodat bedrijven een slot kunnen claimen, potentieel, op het platform van Polkadot. Ja, en hoe werkt dat dan, zo'n uh, veiling? Degenen die kunnen stemmen welke projecten, welke bedrijven mogen gaan bouwen op Polkadot, kunnen dat doen met hun tokens, de dot-token. Ze zijn op dit moment een interface ook, hebben ze gemaakt, hebben ze ook laten zien dat je dus voor een uh, bepaalde periode zo'n parachain kunt claimen. En als je dan de meeste stemmen gelden. Hè, dus degene met de meeste dot voting, die krijgt dan een lease periode op die parachain. En mocht na die periode het een dermate succesvol uh, blockchain geworden zijn en toepassing geworden zijn, dan kan besloten worden door de governance dat het dus een blijvende oplossing is. Want anders zou er natuurlijk ook veel financiële schade kunnen uh, ontstaan op het moment dat iets hartstikke goed werkt. De leaseperiode is voorbij, er is geen ruimte meer op de parachain En dan in één keer zou de oplossing niet meer bestaan. Dat is natuurlijk niet een wenselijk, uh, een wenselijk scenario. Um, en stemmen met jouw tokens, dat kan je dus doen als je dat dus in de, uh, meedoet met de staking. Dat betekent wel dat gedurende de hele periode van het leasecontract wat het wat op die parachain geclaimd wordt dat je je DOT dus nou ja, tussen haakjes kwijt bent. Daar kan je dan, dat zou mogelijk bijvoorbeeld twee jaar kunnen zijn. Dan heb je dus geen toegang tot je DOT. Dus er zijn zat partijen die er hier interesse in hebben, want er zijn ook allerlei rewards weer mee te verdienen. Dat soort details zijn in de afgelopen woensdagavond in ieder geval niet gedeeld. Hoe dat dan precies werkt. Want we weten allemaal vandaag de dag dat je nu bijvoorbeeld op Polkadot de DOT-token ook staking rewards kan krijgen. Bijvoorbeeld bij Kraken, maar ook bij Binance. Dus kijk zeker even naar de video over DOT die ik gemaakt heb. En eventueel over de exchange uh, kraken waar ik mijn DOT zelf steek tegen 12% rendement. Nog één ding die ik wil noemen over Polkadot. Hè, dat staat ook hier op deze dia. Interoperabiliteit is mogelijk. Net als dat dat ook met Cardano kan. Dat betekent dat het mogelijk is dat uh, blockchains met elkaar kunnen communiceren. En dat op het Polkadot platform... Het mogelijk is om te weten wat er zich afspeelt in de blockchains. Ja, dus dat is natuurlijk hartstikke interessant. Wat is nog meer mooi aan de presentatie, wat ik voorbij heb zien komen, is dat uh, parachains ondersteunen ook smart contracts. Uh, smart contracts uh, op de blockchain-technologie. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, 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 rekensommen als uh, tel dit bij elkaar op, haal dat van elkaar af, deel dit door elkaar. Het zijn allemaal hele kleine. Uh, ...formuletjes die uitgevoerd worden en dat kost gas. En de gas fees worden ook steeds hoger. En in combinatie met de parachains van Polkadot is het zo... ...dat de plussen van de parachain samen met de plussen van smart contracts... ...er in ieder geval voor zorgt dat de gas fees sterk verlaagd worden... ...waardoor het ook veel goedkoper is om bepaalde transacties te doen. Wat is dan een voorbeeld van een bedrijf die nu aan het ontwikkelen is op Polkadot... Hè? ...het platform Polkadot, die dus een parachain geclaimd heeft... En een van die bedrijven, dat uh, bedrijf heet Current. Uh, en die heeft dus een, uh, een oplossing, uh, uh, het Acala-platform gemaakt. En dat noemen ze een hybrid finance-platform. En dat noemen ze HiFi. Wat het beste combineert van de gedecentraliseerde wereld in combinatie met de gecentraliseerde wereld. En Acala, um, dat zie je in deze weergave. Dat is die A, die zit dus op de parachain. En wat hebben die nou gedaan? Die hebben uh, de Akala dollar, dat is uh, de stablecoin van Akala, die gelijk staat aan de dollar. Hebben ze hebben een heel platform gemaakt waar je dus jouw crypto kunt neerzetten op hun platform. En dan kan converteren naar die Akala dollar. En met die Akala dollar kan je dan allerlei manieren verschillende zaken betalen. Dus je kunt uh, dus ook uh, lenen, je kunt geld verdienen. Je krijgt staking rewards op die Akala uh, die stablecoin. Die Acala stablecoin. Um, ik vind het zelf best wel een interessante ontwikkeling. En op dit moment zijn er zo'n 3 miljoen gebruikers op dit platform van Acala. En het zit in Amerika. Uh, en omdat dat dus een combinatie is van de gedecentraliseerde wereld met de gecentraliseerde wereld, zitten er dus ook allerlei financiële regelgeving omheen. Maar het is natuurlijk nog steeds wel zo dat wetgeving op, op digitale currency. Nog niet verzorgd dat jouw geld bijvoorbeeld ook veilig is. Als jij je digitale geld kwijtraakt, dan krijg je daar geen garantie voor. Dus dat blijft altijd wel spannend en een risico voor alsnog, maar de mogelijkheden op zo'n acala netwerk zijn wel echt ongelooflijk interessant. Uh, een andere presentatie die ik voorbij heb zien komen is van het bedrijf Origin Trail. Uh, die hebben ook een coin, een token en dat is TRAC, TRAC, om het maar even zo te zeggen. En die specialiseert zich in supply chain technologie. Nou, ik weet dat vele van jullie ook fan van VeChainHondo zijn, die natuurlijk ook uh, uh, in de supply chain uh, technologie zitten. Daar heb ik ook een video over gemaakt. VeChain link ik ook even hierboven. En OriginTrail, die wil met hun toepassing, wat ze dus bouwen op Polkadot, uh, wil organisaties helpen om informatie veilig te delen. En in de dia hier zie je een aantal silo's, zoals dat bedrijf dat ook weergeeft. Dat uh, de, de, de producent van, van het product, het gaat hier ook vooral om voedsel. En wat er dan gebeurt op het moment dat het verwerkt wordt, de distributie, waar het wordt opgeslagen, en hoe het uiteindelijk wordt uh, gekocht door de retailer, hè, door jou en door mij bijvoorbeeld. En een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld van waar komt de wijn nou echt vandaan? Of welke producten zijn er nou echt gebruikt? En wat is de herkomst van die producten? En uh, dat is voor in heel veel gevallen gewoon niet duidelijk. En met OriginTrail hebben ze dus een, uh, ja, een hele mooie applicatie zijn ze aan het bouwen om te zorgen dat dat dus inzichtelijk wordt en dan zou je dus kunnen denken aan bijvoorbeeld het scannen van, uh, van een QR-code of van bepaalde RFID-tags, uh, informatie kan uitlezen van uh, wat, waar het de herkomst is uh, van een product. Um, Vervolgende bedrijf uh, die wat een en ander verteld heeft, wat ze aan het bouwen zijn uh, op uh, Polkadot-platform, uh, wat ik best wel interessant vind, maar nog wel ook veel vragen over heb, dat is het bedrijf Kilt. Het uh, Kilt komt overigens, uh, dat is inderdaad wat je denkt, uh, wat ze in Schotland ook wel dragen, een Kilt. En dat bedrijf, die focust zich op social uh, KYC, Know Your Customer, om eigenlijk uiteindelijk gedecentraliseerd identi identiteitsverificatie mogelijk te maken. Dus ze willen zorgen dat jij als uh, persoon in het midden staat van alles en zelf bepaalt wat er gebeurt met jouw data wie toegang krijgt tot welke data. En dat je dus een Know Your Customer informatie vanuit het Kilt platform heel makkelijk kunt uh, toevoegen aan allerlei formulieren waar die gegevens nodig zijn. Maar dat je dus niet meer deelt dan strikt noodzakelijk is. Nou, ik denk dat hier zeker wel een, een behoefte naar is, naar dit soort uh, platformen. Ik weet alleen niet hoezeer het praktisch ook is in gebruik. Ik heb wel een demo gezien. Uh, het lijkt alsof je dan een soort plugin of zo hebt in je browser. Dat als er informatie gevraagd wordt, dat je dat dan daaruit kan halen. Maar ik weet niet hoe. Er zijn denk ik nog wel wat stappen te zetten in uh, hoe praktisch het is en laagdrempelig is uh, om voor iedereen om dat uh, te gebruiken. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat hierover na wordt gedacht. Van, ja, hoe zorg je nou eigenlijk uh, dat je goed eigenaarschap uh, kan nemen over je data? Want wij weten allemaal. Onze data, onze persoonsgegevens zijn overal. En ja, er wordt volgens de wet, in ieder geval in Europa is dat zo: dat je zelf eigenaar bent van, van jouw persoonsgegevens. Alleen ja, probeer dat maar eens even boven water te halen. Welke bedrijven allemaal data van je hebben, dat is gewoon bijna niet te doen. En tot slot, ja, Polkadot is ook nog gewoon heel erg in ontwikkeling. We zitten nu in het tweede kwartaal van 2021. En Polkadot is ook gewoon nog lang niet klaar met ontwikkelen. Maar wat ik mooi vind om te zien is dat er echt grote bedrijven zijn. die hele mooie toepassingen aan het ontwikkelen zijn. waar ook een duidelijke vraag naar is in de markt. En dat zei ik ook aan het begin van deze presentatie. Van een product heeft pas bestaansrecht als er ook vraag naar is. En ik heb er zeker veel vertrouwen in dat het Polkadot platform in de toekomst veel waarde gaat toevoegen. Um, ja, het is nog een, uh, een coin die, dus nog niet zo heel erg lang ook op de markt is. En nog redelijk betaalbaar is. Uh, met uh, 12% staking rewards. Ik vind het een uh, interessante coin om eens uh, verder naar te kijken. En dat is verder geen financieel advies. Ja, tot zover even deze update uh, over het Polkadot uh, Event. En uh, laat me even weten in de comments uh, hier beneden of je dit uh, interessant vindt om even zo'n update ook af en toe te krijgen. Als ik dit soort uh, uh, congressen bijwoon en voor jullie een samenvatting daarvan maak. En uh, ja, mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit moment, uh, op dit punt, vergeet je zeker niet om te abonneren. En laat even een duimpje achter als je dit uh, interessante content uh, vindt en vond. En dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Wens ik je nog een hele fijne dag en dan zie ik je weer in de volgende aflevering. Tot ziens.